Hoi, goed dat je kijkt. Ik ga je vandaag uitleggen hoe je een volledige website met webshop kunt bouwen in jouw app. Ja, het is eigenlijk super simpel en het kan super snel. Dus we kunnen gewoon onze browser opstarten, naar jouwweb.nl gaan. En vanuit daar kunnen we de volledige website gaan bouwen. Laten we maar gewoon beginnen. Terwijl de jazzmuziek op de achtergrond lekker doorspeelt, gaan wij even een account aanmaken. In dit geval maak ik een account voor een kapperszaak in Eindhoven. Dus voer even je e-mailadres in, kies een wachtwoord en dan kunnen we eigenlijk gelijk aan de slag. Als je bent ingelogd, kom je op de designpagina. Hier staan meerdere designs die we kunnen kiezen voor onze website. En als je met je muis over de designs heen beweegt, kun je ook zien hoe het er op de mobiel uit komt te zien. Nou, we kiezen even voor dit design. Het maakt niet zo heel veel uit, want we kunnen het later nog weer wijzigen. Ook kiezen we voor het Pro-pakket, want dan krijgen we er ook een domeinnaam bij. Vanaf nu kunnen we echt gaan beginnen met bouwen. Dit is de omgeving waar we onze website in gaan maken. De editor. Aan de linkerkant van de editor zien we de elementen die we straks op onze website kunnen gaan slepen. Laten we beginnen met het kiezen van een bannerafbeelding. Midden op de pagina kunnen we klikken op bewerken. Nu krijgen we aan de linkerkant een aantal opties. We kunnen ervoor kiezen om geen tekst te laten zien op onze banner. Om alleen een titel te laten zien. Of een titel met een beschrijving. Of een titel met een knop. En ik denk dat het handig is dat we voor deze gaan. Maar eerst kiezen we een afbeelding. We kunnen kiezen uit een afbeelding uit de stockbibliotheek van jouw app. Maar we kunnen er ook zelf eentje uploaden. We kunnen een afbeelding uploaden door hem te slepen naar dit vak. Of door op upload een afbeelding te klikken. Nou, ik heb er eentje voorbereid. De grote banner. Nou, eigenlijk lijkt onze website gelijk al op een echte kapperswebsite. Laten we gelijk de voorbeeldtekst even aanpassen door erop te klikken. Vervolgens selecteren we hem en verwijderen we hem even, want Barbara Eind is dan ook de barbier voor traditionele kapsels. Nou, als we op deze knop klikken, gebeurt er nog niks, want er is nog geen link ingesteld. Zodra we onze homepagina straks af hebben, gaan we een nieuwe pagina maken. Maar dat laten we nu eerst even voor wat het is. Nu we een mooie afbeelding en een titeltekst hebben, kunnen we op opslaan klikken, want het is tijd om een aantal elementen te gaan toevoegen. Alle elementen hebben een eigen functie. Maar we beginnen met een koptekst, want we willen wat vertellen over ons bedrijf. Ik sleep de koptekst en ik klik om een tekst aan te passen. Deze tekst zet ik mooi in het midden door op centreren te klikken. En vervolgens wil ik hier een tekstvlak onderslepen. Nou, ik heb een tekstje voorbereid, dus deze plak ik er gelijk in. En onder de tekst plaats ik een button naar onze webshop. Ook deze button zet ik eventjes in het midden. Ja, ook deze link hebben we nog niet ingesteld. Om het tekstje iets smaller en iets mooier in het midden te plaatsen, kunnen we witruimte aan beide kanten toevoegen. Vervolgens voegen we ook wat witruimte aan de onderkant toe, zodat we wat ruimte hebben. Nog een optie om wat structuur aan onze website toe te voegen, is het gebruik maken van kolommen. Hier creëren we ook wat overzicht mee. Deze plaats ik onder de witruimte in dit geval en wil ik eigenlijk een aantal foto's in gaan zetten. Afbeeldingen kun je vinden onder de basiselementen. En sleep je in de kolom, kies een afbeelding. Alleen nu moet ik heel eerlijk zeggen dat ik hem vierkant niet zo mooi vind. Dus wat we kunnen doen is onze afbeeldinginstellingen openen. Hier kunnen we een andere ronding kiezen. Nou, en nu is onze afbeelding mooi afgerond. Dit proces kun je per afbeelding herhalen. Hieronder zetten we door middel van tekstelementen de diensten die we leveren en de prijs. Daarnaast is het handig om onze social media te laten zien. We maken ook hier een kop en een tekst voor. En hebben de mogelijkheid om social knoppen toe te voegen. Deze staan onder interactief. En dan social knoppen. Deze slepen we onder ons tekstje. En gelijk krijgen we een aantal opties. We kunnen onze social media accounts in gaan stellen. Onze Twitter is bijvoorbeeld Barber Eind. En onze Facebook ook. En als we op opslaan klikken zien we ook dat alleen de buttons overblijven waar we ook daadwerkelijk een account van hebben. Ik zet hem wel eventjes in het midden. Nou, inmiddels hebben we een aantal basiselementen op onze site staan. We hebben wat structuur aangebracht door kolommen en witruimte. We hebben alleen nog eigenlijk niks van het kopje media op onze site staan. We kunnen namelijk heel gemakkelijk ons portfolio toevoegen door middel van een diavoorstelling. Het handige van een diavoorstelling is dat we meerdere foto's kunnen toevoegen en dat we deze kunnen laten sliden op onze website. We kunnen dan ook in één keer meerdere afbeeldingen selecteren. Je ziet dat hij ze gelijk importeert. En zodra we op opslaan klikken, maakt hij er gelijk een slideshow van. Voor deze diavoorstelling heb je meerdere instellingen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om geen miniatuurs te laten zien.
Zo word je verrast met een afbeelding als je aan het kijken bent. En ik wil dat die automatisch begint met sliden. Linksbovenin staat Barber Eindhoven. Daar kunnen we een logootje plaatsen. Door te klikken op de tekst hebben we de keuze uit een logo. Of een logo met tekst ernaast, als we een icoontje hebben. Maar wij gaan voor een logo. Deze kan ik uploaden door te dubbelklikken. En het logo van Barber Eind toe te voegen. Nou, hij is een beetje klein, dus we rekken hem mooi op schaal. En we hebben ons logo. Het is net een echte site. Het is een echte site. Nou, dit is eigenlijk een korte samenvatting van de dingen die je kunt doen met de editor. Nu vind ik eigenlijk alleen niet dat de kleur oranje aansluit bij ons logo. Het mag wel wat warmer, onze site. En daarvoor gaan we naar het kopje design. Hier kunnen we voor alle onderdelen van de site een kleur kiezen. Nou, we willen dus het oranje gaan aanpassen voor een kleur die beter bij ons logo past. Nu moet ik heel eerlijk toegeven dat ik echt hartstikke kleurenblind ben. Dus voor mij werkt dit niet zo goed. De kleur opzoeken. Dus daarom heb ik even de kleurcode gevonden. En kan ik hier gewoon plakken. En nu zie je dat dit dezelfde kleur is. Tenminste, dat zie ik niet, maar dat zie jij wel. Dat dit dezelfde kleuren zijn. En deze kan ik kiezen. En nu zijn onze kopteksten dezelfde kleuren als ons logo. Nou, mocht je dit design nou toch niks vinden, dan kun je een ander design kiezen ook op deze pagina. Maar dat gaan we niet doen. Wat ook een handige optie is, is om bij je design ook even te kijken naar de mobiele weergave. Dat kun je boven in beeld vinden. Nu kun je precies zien hoe de site eruit komt via mobiel. En we scrollen er even doorheen. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. We slaan onze kleuren even op. En het is tijd om naar het volgende onderdeel te gaan. Want we hebben pagina's nodig die we aan onze knoppen kunnen hangen. Nou, we hebben een homepagina. En het is tijd om een nieuwe pagina te maken. En de naam van deze pagina noemen we even contact. Kiezen een pagina zonder banner uit. We kunnen dus stiekem al een pagina vulling kiezen genaamd contact. Maar dat gaan we vandaag lekker niet doen. We gaan gewoon lekker met een lege pagina beginnen. Nou, wat willen we voor onze contactgegevens? We willen een formuliertje hebben, want we willen dat mensen contact met ons op kunnen nemen. Even een kop toevoegen. Nou, contact staat er al. Ik wil het alleen hoofdletters hebben. Vervolgens voegen we kolommen toe, want we willen meerdere elementen naast elkaar hebben. We gaan werken met twee elementen naast elkaar, dus we halen één kolommetje weg. Vervolgens slepen we een formulier, want we willen dat mensen contact met ons op kunnen nemen. Zo, dit formulier is eigenlijk gelijk helemaal functioneel, want ons e-mailadres die we net opgegeven hebben bij het aanmaken van ons account, daarheen worden de berichten gestuurd die mensen via dit formulier naar onze kapperszaak sturen. Als we klanten naar onze zaak toe willen lokken, dan kunnen we ook de locatie toevoegen. Bij interactief vind je een kaart. Deze kaart kunnen we aan de rechterkant slepen, onze tweede kolom. En ook hier navigeert hij gelijk naar het adres dat wij op hebben gegeven bij het aanmaken van het account. Ik voeg trouwens nog wel even wat witruimte toe om hier iets meer overzicht te creëren. Was ik even vergeten. Ik heb er wel vertrouwen in dat je dit kunt. Ik denk dat we een webshop gaan maken. Daarvoor gaan we eerst terug naar pagina's. Hier gaan we drie pagina's aan maken. Eén hoofdpagina, de webshop. In een aantal productcategorieën. Zo hebben we in onze webshop namelijk producten voor haarverzorging. Deze maken we aan. En voor trimmen en knippen. Nu willen we alleen dat onze producten haarverzorging en trimmen en knippen gaan vallen onder de webshop. We pakken even haarverzorging vast en we slepen hem iets naar rechts toe. Onder webshop. En nu zie je dat webshop dominant is aan de haarverzorging. En dit doen we ook voor trimmen en knippen. Ook onder de webshop. De volgende stappen laat ik even in een versnelling zien. In de lege webshoppagina voegen we namelijk twee knoppen toe die ons verwijzen naar haarverzorging en trimmen en knippen. En op de individuele pagina voeg ik een aantal producten toe. Om producten toe te voegen hebben we meerdere opties. We kunnen gaan voor een individueel product, maar we kunnen ook een productgalerij kiezen. Dat gaan wij in dit geval doen. Ik sleep de productgalerij er eventjes op. En ik kan nu meerdere producten gaan toevoegen. Nou, ik doe er even eentje voor. Barber Eind haargel. We kunnen een prijs kiezen voor onze haargel. Deze is normaal €25, maar we hebben hem in de aanbieding. Dus we maken er 20 van. De voorraad kun je ook aangeven. Hiervan hebben we bijvoorbeeld 40 op voorraad. En we kunnen kiezen voor meerdere varianten. Maar we hebben één soort haargel, dus we uploaden even een afbeeldingetje erbij. Dit doen we ook voor onze overige producten.
Als we alle producten hebben toegevoegd, zie je dat ze er heel overzichtelijk en netjes uitzien. En om onze webshop te beheren, gaan we naar het kopje webshop linksbovenin. Hier kunnen we meerdere dingen zien. Zo kunnen we bijvoorbeeld heel overzichtelijk zien wat de status is van de betaling. En onder het kopje producten kunnen we eenvoudig onze productvoorraad beheren. Dan hebben we ook nog een aantal instellingen. Hier kunnen we veel algemene instellingen doen, maar ook onze betaalmethode. Het beschikbaar maken van online betaalmethoden, zoals bijvoorbeeld iDeal, is super belangrijk. Wat je even moet doen is een account aanmaken bij onze partner Molly. En zij zorgen dat je een API key krijgt. Deze sleutel kun je hier invullen en kun je vervolgens activeren. En op deze manier zijn automatische betalingen via Molly gekoppeld. In Molly kun je deze geschikte betaalmethode vervolgens weer configureren. In principe is onze webshop op dit moment helemaal actief en we kunnen onze website zometeen gaan publiceren. Wat ik nog wil doen is even één laatste check. Daarvoor gaan we naar de editor en checken we even hoe alles er op de mobiel uitziet. Dus ook even de webshop, want die hebben we nog niet gecontroleerd. Nou, dat ziet er ontzettend goed uit. Nou, het is belangrijk om de mobiele weergave eventjes te controleren, omdat veel mensen de website op hun mobiel zullen gaan bezoeken. En om nog sneller contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld op de homepagina, kunnen we de mobiele balk activeren. Die staat hier links. En als we die activeren, zie je dat onderin deze balk verschijnt. Hierdoor is de drempel nog lager om contact op te nemen. Deze maak ik even donker. En nu is onze hele website compleet. Tot slot is het goed om onze website te gaan publiceren. Rechtsbovenin op publiceer. En omdat we het Pro-pakket hebben, hebben we ook een domeinnaam bij onze website. En deze kunnen we gaan registreren. Nou, we gaan verder naar de laatste stap. Ik heb even een aantal uren gewacht, omdat het 2 uur kan duren voordat de domeinnaam geactiveerd is. Mijne is inmiddels geactiveerd en ik ben weer terug op de homepagina van jouw web. Ik ben ingelogd, dus ik kan gaan naar mijn site. Hierachter staat offline. En deze kunnen we gaan publiceren. En onze website is gepubliceerd op het domein www.barber-eindhoven.nl. Dit is onze website. Ik ben er super blij mee en we hebben hem eigenlijk in een vrij korte tijd gemaakt. Ik wil je bedanken voor het kijken en ik hoop dat jij ook tevreden bent. Laat het even weten in de reacties en tot de volgende.